Ole Tobias, het heeft even geduurd, maar jullie hebben hem eindelijk te pakken. De eerste uitzege van het seizoen. Ja, heerlijk. Heerlijk gevoel. Zwaar gevochten overwinning. Ik ben een hele tevreden trainer op dit moment. Ja, dit noemen ze voor de poorten van de hel weggesleept. Hè? Want het ging echt met hangen en wurgen. In de tweede helft, ja. Klopt. Dat hadden we ook over gehad in de rust. De kracht van de eerste helft, dat we wel onder druk durfden te voetballen. We konden ze uitvoetballen en daardoor kregen we ook wat kansen. En met name ook in de omschakeling. We wisten dat we hier onder druk konden komen te staan. En dat we zelf gevaarlijk konden worden in de omschakeling. Dat bleek ook. En zo gaan we met de 2-0 de rust in. Maar de vraag was, hoe gaan we daarop anticiperen in de tweede helft? En dat mochten we absoluut niet passief worden. Maar dat gebeurt toch een beetje. Je ziet toch angst bij sommige jongens. In plaats van vooruit durven te verdedigen, loop je toch achteruit. En daardoor krijg je geen druk op de bal eigenlijk. En dan sta je te denken, wat kun je op dat moment doen als trainer? Hoe kun je ze helpen? En op dat moment valt de 1-2 eigenlijk. Ja, vlak daarna valt de 2-2. En dan is het hopen dat we met een paar wissels de wedstrijd weer kan kantelen eigenlijk. En, toen die 2-2 viel, zou NEC misschien wel erop en erover gaan. Alleen dan valt die 2-3 eigenlijk direct na die 2-2 op een ongelooflijk belangrijk moment. Nee, zekers. Absoluut. Maar we wisten dat we continu gevaarlijk konden worden. Ja? Alleen in de verdediging en aan de bal was het veel te onrustig in de tweede helft. Maar er lag zoveel ruimte nogmaals in de omschakeling. Dus ja, na de 3-2 had hij zelf ook 4-2 kunnen maken. Ja, raakt de paal. Ook dat. En ook één keer met Venema, die een breed kan liggen op Torino. Helemaal vrij voor de goal, dat doen we ook niet. Dus ja, we hadden het heel zwaar in de tweede helft. En dat is de volgende stap dat we moeten maken. Ook onder druk toch durven uit te voetballen. Maar vergeet niet dat we wel uit bij NEC spelen. En dat is niet zo makkelijk om hier te winnen. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Ja, het ging vaak mis dit seizoen in de slotfase. Maar dit keer zat het uiteindelijk een keer mee dan, hè? Ja, met dank aan een fantastisch keeper, Joshua Smith natuurlijk. Pas een fantastische redding, ook op het eind. Ook in de eerste helft. Ja, en dat moet meezitten in zo'n wedstrijd. En daar hebben we veel wedstrijden niet mee gehad en dat hadden we vandaag. En daar hebben die jongens ook keihard voor gewerkt en dat wordt gelukkig ook beloond vandaag. Ja, het zat lekker mee, hè? Want eigenlijk de eerste 20 minuten hadden jullie helemaal niks in de melk te brokkelen. En in de eerste helft kregen jullie twee kansen, twee fantastische balletjes. Eén bal van Evmorfidis en ook die bal van Kip op aangeven van Evmorfidis. Maar jullie waren uiterst effectief, laat ik het zo zeggen. Dat zeker, maar in de eerste helft stonden we veel beter. Gaven we niet veel kansen weg ten opzichte van de tweede helft. En we wisten dat we compact moesten staan. We moesten geduld hebben, ook in het verdedigen. Maar wel druk op de bal houden. En als we dan de bal zouden krijgen, dan moesten we hem ook vasthouden. Maar wel met diepte in ons spel. En dat lukte heel goed in de eerste helft. Alleen in de tweede helft, dan waren we heel slordig aan de bal. Ja, en alle ballen wat naar voren gingen, die verloren we. We verloren tweede ballen. En ja, daardoor kwam je onder druk te staan. En daardoor creëerden we ook bijna niks in de tweede helft. Voelt het als een bevrijding dit? Ja, bevrijding. Maar in ieder geval, het is een mooie stap richting waar we graag naartoe willen. En hopelijk kunnen we komende vrijdag het jaar mooi afsluiten met opnieuw 3 punten. Wat wel nog een zwaar wedstrijd gaat worden. Maar ja, nog volgende week begin de derde periode. En dat zou mooi zijn om die goed te beginnen en dan met een heel goed gevoel de vakantie ingaan. Toch een klein beetje het Ole Tobias effect. Nou, dat doe je met z'n allen. En met een beetje geluk ook natuurlijk. Maar nogmaals, geluk moet je ook opzoeken.